met Donnegie Abena. Don, dankjewel dat je weer even de tijd van ons vrijmaakt om hier in de studio te komen. Je bent weer in Suriname. ik neem aan dat je blij bent dat je weer hier bent. Vertel me, hoe waren je afgelopen dagen in Su? Het was lekker. Het is heerlijk warm, terwijl Nederland echt koud is. Dus ik ben blij om hier te zijn in Suriname. En ook natuurlijk blij in de studio dat jullie me hier willen ontvangen. En voor het is gewoon lekker. Ik ben gewoon lekker aan het trainen. Ik heb mijn podcast de hele dag. Dus mijn leven is goed. Hele cliché vraag misschien. Maar waarom kom je de laatste tijd, ik weet niet of dat veranderd is, maar naar mijn gevoel, kom je de laatste tijd zo vaak naar Suriname? Hiervoor was natuurlijk COVID. Toen was het sowieso moeilijk om te reizen. En als het aan mij ligt, ben ik eigenlijk het hele jaar in Suriname. Dus vandaar dat ik hier zo vaak ben. Ik heb nu de mogelijkheden om hier te komen. Dus dan ben ik er ook gewoon. Ik blijf gewoon continu wel gewoon trainen. En voor de rest geniet ik gewoon van het weer en van het land. Je hebt het even over Podosiri gehad. Vertel me, hoe laat dat jou lichamelijk aanvoelen terwijl je traint? Bij mezelf merk ik dat ik er wel echt sterker van word. Mijn spijsvertering versnelt ook. Dus ik val eerder droog. Ik heb kracht. Ik voel me goed. Dus ik eet sowieso podden met kwakka gewoon elke dag eigenlijk. Meerdere malen. Ga je dat verwerken in je trainingsprogramma als je teruggaat naar Europa? Waar mogelijk, obviously. Ja, ik ga zeker wel een paar flessen meenemen. Gewoon in het vliegtuig. Zeker 5-6 flessen bevroren. En ik ga proberen, wanneer het op is dan, om te laten halen vanuit hier naar Nederland, om het zo te vervrachten eigenlijk. Heb je dat al eerder gedaan in voorbereiding op je gevechten? Jawel, maar dan was het meer met geluk, zeg maar. Dan had mijn moeder bijvoorbeeld het laten halen uit Suriname. En dan was ik als eerste die de fles opmaakte, zeg maar. Maar nu ga ik het wel proberen om het gewoon standaard elke week of elke paar dagen gewoon te eten. Om toch wel sterk te blijven van het krachtige voedsel van het land. Wat vind je team daarvan? Van de voeding. Ze bemoeien zich eigenlijk niet heel erg veel met mijn voeding. Omdat ik op fight day heb ik eigenlijk altijd een sixpack. En ik haal mijn gewicht altijd met gemak. Alleen over het algemeen met voeding en mijzelf vindt mijn team dat ik te weinig eet. Ik moet nog iets meer eten. En er valt meer eiwitten binnenkrijgen. En dat probeer ik ook heel erg. Maar bij mezelf is het, als ik echt hard train, heb ik eigenlijk geen honger. Dus eet ik ook niks. Of weinig. Dus daar ben ik de laatste maanden wel bezig met veranderingen in te brengen. Om er toch voor te zorgen dat mijn lichaam alles nodig heeft. Alles binnenkrijgt wat het nodig heeft. Ze willen dat je het wat moeilijker hebt bij die weedkost. Eigenlijk wel. Oké, vanaf wanneer ben je er? Ik ben 31 december geland. En gelijk naar de stad? Ja, ja, tuurlijk. Hoe was dat? Ja, gezellig. Ja, echt gezellig. De laatste keer dat ik hier met de auto opnieuw was, was denk ik misschien 5-6 jaar geleden. En nu zie je toch wel een paar veranderingen. Maar ik heb genoten. Ik heb meer van de stad gezien dan toen eigenlijk. Ik kan me nu makkelijker bewegen in de stad. Dus al met al was het een leuke ervaring. Herkennen mensen je? Jawel, een beetje. Ik word wel op straat herkend, gewoon Abena, Abena. Dus dat is altijd een goed teken, denk ik. Oké, Kotak Fitti. Ben je langs geweest bij sportscholen hier? Nee, ik vind het wel gewoon bij een school. Maar voor de rest ben ik eigenlijk niet naar kickboxscholen of iets dergelijks geweest deze keer. Waarom niet, als ik het vragen mag? Omdat ik in principe, ik heb mijn eigen schema als ik weg ben, zeg maar. Dus het krachtgedeelte en het kickboxgedeelte. En voor mij is het belangrijkste is dat ik gewoon bezig blijf met de sport. Dus ik hoef niet per se te sparren of per se te combineren. Dus wat ik zelf gewoon doe, is ik doe gewoon een deel kracht. En bijvoorbeeld daarnaast gewoon bokszak, om toch mijn conditie op peil te houden. En ik merk heel erg is dat ik elke keer als ik naar een andere sportschool ga, is het toch weer iets van, je moet je weer aanpassen. Want elke sportschool heeft natuurlijk een andere stijl. En ik ben mijn stijl van mijn kickboxschool gewend, zeg maar. En dan moet je weer aanpassen. Dan moet je weer houden aan die tijden van die sportschool. Terwijl ik nu zelf kan bepalen wanneer en hoe laat ik train. Dan obviously deze vraag. Je bent een paar keer aan langs geweest wat ik hier hoor. Wat vind je van het kickbox, thaibox niveau van Suriname?
ik weet dat er heel veel talent is. En ook heel veel hele sterke jongens ook. Alleen ik vraag me af of de potentie van alle jongens, en meisjes natuurlijk, dus gewoon alle kickboxers, genoeg wordt benut. Dat weet ik eigenlijk niet. En dat is jammer, want ik weet gewoon, als het om kickboksen gaat, Suriname staan wel echt bovenaan. Samen misschien met de Marokkanen, Surinamers, wie heb je nog meer? Turken, Nederlanders. Wij staan wel echt aan de top van het kickboksen, zeg maar. Alleen ik denk dat door het niet benutten van alle potentie, van alle jonge vechters, dat het soms een beetje teniet wordt gedaan. Krijg je veel vragen in Nederland over hoe het is bij de kickboksscholen in Suriname? Nee, nooit. Echt bijna niet. Oké. Waarom denk je? Ik denk dat het voor Nederland niet echt heel belangrijk is wat in Suriname gebeurt. Want in Nederland zijn er echt al heel veel mensen die kickboks doen, zeg maar. Dus kickboksport beoefenen. En het begint nu wel meer mainstream te worden, zeg maar. Dus de gewone man, vrouw, huismoeder, huisvader begint het nu ook te doen. En ik denk niet dat ze interesse hebben in Suriname, omdat het voor nu heel ver weg is van Nederland, zeg maar. Okay. Je laatste gevecht. Je wint by decision. Vertel me alsjeblieft een klein beetje over wat je vond van dat gevecht. Hoe ging dat? Ja, ik heb gewonnen natuurlijk. Alleen, ik was zelf er niet helemaal bij. Want ik had eigenlijk eerst een andere tegenstander. En dan moet je je voorstellen, je bereidt je vanaf februari, dus afgelopen februari, bereid je je voor tot november op één tegenstander. En dan 5 dagen voor de wedstrijd krijg je een nieuwe tegenstander. Met een hele andere stijl, die een veel betere kickboxer is. Misschien wel niet fysiek sterker, maar hij is een veel betere kickboxer, veel completer. En dan waar je van in principe van 100%, omdat je dan echt klaar bent om te vechten, hoor je dat je niet moet vechten, zak je naar 0%. En dan de volgende dag hoor je dat je toch wel moet vechten, moet je zelf weer opkrabbelen naar 50%. En dan moet je maar gaan vechten tegen iemand die een hele andere stijl heeft en niks te verliezen heeft. Dus ik ben wel blij met de overwinning, maar ik weet dat als ik voor deze tegenstander, of dit type tegenstander, een langere voorbereiding had gehad, had ik een betere prestatie kunnen neerzetten. Mag je dat weigeren? Ja. In principe mag je het weigeren. Alleen bij mij is het altijd zo. Toen dacht ik van, oké, ik kan wel niet gaan vechten. Maar ik heb nu 6-7 maanden voorbereid en getraind. Dus dat betekent als ik niet vecht, dat ik dan al die tijd kwijtraak. Zeg maar, die tijd krijg ik niet meer terug. Want bij geld komt het sowieso weer terug. Maar je tijd, bro, ik word nooit meer even jong als een half jaar geleden. En alle tijd en energie en moeite die ik heb gestoken in de trainingen, wou ik toch wel laten uitbetalen of niet voor niks zijn. Dus dan heb ik het maar aangenomen tegen een jongen die niks te verliezen had. En ik heb gewonnen, maar het was wel gedominant, maar het was niet mijn beste performance, zeg maar. Nou, gezien de omstandigheden denk ik toch wel dat je dik tevreden mag zijn. Zoals je eerder aangaf, je traint voor een hele andere type vechter. En van de een op de andere dag moet je het tegen hem van een andere stijl doen. En at the other side of things, kijk, die jongen weet natuurlijk alles van jou. Dus misschien stiekempjes is hij al in de hele voorbereiding bezig. Want was hij de vervanger van je tegenstander? Stond hij op de backuplijst? Of is het gewoon... Dat weet ik niet. Ja. Maar ik weet wel dat hij gewoon aan het trainen was. Want die maand daarvoor had hij gevochten. En hij wou eigenlijk op dit evenement vechten. Alleen hadden ze hem niet op de kaart gezet. Maar hij is wel gewoon blijven doortrainen. Dus in principe was hij gewoon fit en klaar om te vechten. Dus gezien de omstandigheden denk ik dat je dik tevreden mag zijn. Vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd met je andere tegenstander, om het even zo te noemen. Had een scheurtje in zijn duim in Fight Week. Ja. Dus een paar dagen voor de wedstrijd had hij blijkbaar een scheurtje in zijn duim gekregen. Wat heel interessant is, want hoe dichter je bij de wedstrijd komt, laat me praten voor mezelf. Hoe dichter ik bij de wedstrijd kom, hoe voorzichtiger ik word. Omdat ik weet, op zulke momenten kan je kleine blessures oplopen. En dan moet je dus 2 keer, 3 keer zo voorzichtig zijn om geen blessures op te lopen, zodat je toch kan vechten. En in Fight Week had hij dus blijkbaar een blessure opgelopen.
Ik heb er verder geen mening over. Want ik weet niet of het wel of niet waar is. En aan het eind van de dag doet het er ook niet meer echt toe, want ik heb gevochten en we gaan weer vechten. Ik heb er wel een mening over, want net als scheurtje in je duim vecht je gewoon door. Persoonlijke mening, maar goed. En dat is dus op die manier gegaan. En vervolgens moet je in maart weer vechten. Kan je de kijkers alsjeblieft eventjes uitleggen waarom je volgende tegenstander de interim belt holder is? Om hem tevreden te houden. Nee, ik zou eigenlijk tegen hem vechten in juni. Alleen ik kwam van Thailand, had ik een maag-darminfectie opgelopen, was ik ziek geworden en was ik niet in staat om te vechten. En toen hebben ze, om die tegenstander tevreden te houden, hebben ze hem zomaar een interim titel gegeven. Want hij zou in principe sowieso al tegen mij vechten. En ik had ook direct aan Glory aangegeven van, ik ben nu ziek. Maar kunnen jullie het verplaatsen voor misschien in augustus of september? Want dan ga ik weer 100% hersteld zijn. Daar hebben ze niet voor gekozen. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. En hebben ze me gewoon een interim titel gegeven na 1-2 dagen al. Dus. Nu heeft hij gevochten voor die interim titel? Ja. Hij heeft wel gevochten? Hij heeft ervoor gevochten, ja. Okay. Tegen een jongen die niet in voorbereiding was eigenlijk. Net zijn hand had geopereerd. Dus eigenlijk niet helemaal 100% klaar was om te vechten. Maar hij heeft gevochten, hij heeft gewonnen. En nu staat hij tegenover mij. Heeft het iets extra's dat je met jouw belt vecht tegen een interim kampioen? Nee. Want die belt heeft hij gewoon gekregen eigenlijk. En ik heb de werkelijke belt. Dus voor mij doet dat niks. Champion tegen champion. Is leuk voor de verkoop natuurlijk. Maar voor de rest, in mijn hoofd, gebeurt er eigenlijk niks anders dan dat ik gewoon moet vechten. En ik neem eigenlijk elke tegenstander bloedserieus. Of het nou wel of niet voor de titel is. Elke wedstrijd is een wedstrijd en die moet gewonnen worden. En daar moet je maar gewoon alles voor doen. En je moet je tegenstander ook serieus nemen. Want als je hem niet serieus neemt, kan je echt daar verrast worden. Ja. Vertel me een beetje over je volgende tegenstander. Wat wil je delen met het Surinaamse volk over hem? Hij is een vechter die vooruit komt. Hij komt echt om te vechten. Niet per se een hele technische kickbokser, maar meer gewoon een rosser eigenlijk. Hij wint door te drukken en door te blijven werken. En ja, dat is het eigenlijk. Geen intelligentie, wel veel hard en veel wil om te vechten ook. Maar voor de rest is het niet iets wat ik nog niet heb gezien in mijn carrière. Want ik heb echt al tegen grote namen gestaan, al als jonge jongen. En ik weet dat hij geen betere kickboxer is dan wat ik al heb gezien eigenlijk. Ik ga gewoon zeggen wat ik proef. We hebben al eerder interviews gedaan. We hebben al gepraat over die man van Litouwen tegen wie je hebt gevochten. Toen was je ook in voorbereiding op een ander gevecht. Ik dacht een Marokkaan. Yes. Maar ik proef nu alsof je... Ja, hoe moet ik dit goed omschrijven? Alsof je wat vijandiger bent naar je volgende tegenstander. Klopt dat? Bad blood, ja. Er zijn wat dingen in de wandelgangen gezegd die bij mij niet goed zijn gevallen eigenlijk. En daardoor is er toch een extra dingetje aan die wedstrijd. Want toen ik ziek was... Wat ga jullie verhaal vertellen? Oké. Dus ik was ziek geworden. En terwijl ik ziek was, begon die andere kant, dus deze tegenstander, begon allemaal leugens over mij te verspreiden op social media en dergelijke. En jullie weten als nieuwszender, jullie houden van die juicy dingen toch, om extra juice aan te geven. En toen begon de media het te geloven wat hun zeiden en brachten ze het naar buiten als de waarheid. Terwijl het in principe leugens waren. Ze hebben verschillende dingen gezegd, zo van, hij is ziek geworden, zijn belt moet afgepakt worden, dit, dat, bla, bla, bla. En het grappige van alles is, de keer daarna dat ik tegen hem zou vechten, had hij een scheurtje in zijn duim. Dus na al die comments die hij over mij had gemaakt, kon hij zelf de wedstrijd daarna niet vechten. Dus dat is denk ik misschien een kleine karma voor het verdraaien en verdraaien van de waarheid. Dus daarom is er een extra ding aan deze wedstrijd. Daar ben ik extra gebrand om deze man te verslaan. Zijn er dingen die je recht wil trekken die verkeerd overgebracht zijn geworden in de media?
Interessant, nee. Nu niet meer eigenlijk, snap je wat ik bedoel? Want ik weet wat de waarheid is en ik slaap lekker. Dus voor mij maakt het in principe niet meer uit. En alles wat is gezegd, 9 maart gaan we zien of het wel of geen leugen was. Dat is het allerbelangrijkste. 9 maart gaan we vechten en dan gaan we zien of ik nepziek was. Of wat ik dit of wat ik dat was. Dan hoef ik niet meer te praten. Dan laat ik gewoon mijn vuisten spreken. En dan gaan we vanaf daar. Ik heb er wel zin in. Ik heb er heel veel zin in. Oké, dan toch eventjes technisch. Kijk, hij is een heavyweight geweest. Zakt nu af naar de light heavyweight. Maakt dat wat verschil uit in voorbereiding voor jou? Ja. Ja, is een verschil. Want ik was zelf vroeger ook heavyweight. Maar dat was al wel weer 7, 8 jaar geleden. Toen was ik nog een tiener, was ik ook heavyweight. Ben ik ook afgevallen. En hij vecht nu ook al wel een tijdje op licht zwaar gewicht. Maar ik weet gewoon, als je heavyweight bent, en je bent dat pas een paar jaar, ben je gewend om gewoon te eten wat je wilt eten. Dus dat betekent dat hij elke keer als hij klaar is met vechten, gaat hij sowieso weer heel erg zwaar omhoog in gewicht. En dan gaat hij weer moeten afvallen. En dat eist sowieso een tol op je lichaam. Als je continu aankomt en afvalt. Want je lichaam is er in principe niet voor gemaakt. En als je dat toch doet, gaat het ten koste van bepaalde dingen. Bepaalde fysieke voordelen die je hebt. Dus ik weet voor hem ook dat hij waarschijnlijk trager gaat zijn dan bijvoorbeeld mijn laatste tegenstander. Die van 85 omhoog kwam in gewicht. Hij gaat trager zijn dan die tegenstander. Maar als je de beelden goed terugkijkt, kan je zien dat ik sneller en explosiever ben dan die man van 85 kilo. Dus dan de vraag nu is van, als ik diezelfde snelheid kan houden in de wedstrijd tegen mijn volgende tegenstander, dan wat gaat hij kunnen doen als ik continu sneller ben dan hem in de slagenwisselingen en meer bewegelijk ben dan hem, omdat ik gewoon licht op mijn voeten sta. Kan je dat misschien uitleggen? Want er is een soort takkie binnen de vechtsport dat eigenlijk snelheid is het meest irritante. Snap je toch? Kijk, yeah. Veel mensen denken dat wanneer tegenover een man staat die keihard slaat, yeah. Dat ja, het intimideert, snap je toch? Dus je weet van, hey, moet oppassen. Je moet oppassen. Maar kan je misschien aan ons uitleggen waarom men zo praat over hoe irritant snelheid is tijdens een gevecht? Ja, ik sta liever tegen iemand die hard slaat dan tegen iemand die snel slaat. Gewoon puur omdat het feit is van, je kan wel hard slaan, maar als je me niet raakt, heb je niks aan die kracht. Terwijl als je tegenover iemand staat die misschien ietsje zachter slaat, maar veel sneller, word je continu geraakt. En als je continu geraakt wordt, krijg je blauwe plekken. En je kan je eigen ritme niet vinden. Want elke keer als jij iets wilt doen, ben je alweer geraakt. Je bent geraakt. En dan de tegenstander, als hij slim is dan tenminste, beweegt of naar links of hij beweegt naar rechts. En dan moet je hem gaan zoeken. En dan loop je steeds achter de feiten aan eigenlijk. Dus ik hoop dat hij gewoon alleen maar powerpunches op me wil gooien. Maar zo hard mogelijk wil raken, maar dan gaat hij hem niet raken. En dan toch eventjes weer over Suriname. Ik heb een aantal posts gezien van Ilonka Elmond. Ben je weer daar langs geweest om met haar te trainen? Nee, deze keer ben ik niet geweest. Maar ik weet niet of ze in Suriname is. Ja, dat is inderdaad niet een slimme vraag. Volgens mij Ik weet niet dat ze hier is. Wat is je mening over haar? Waarom ben je bij haar terechtgekomen? En kan je misschien iets vertellen over de relatie die jullie hebben? Ja, ik train in Nederland. Train ik bij een vriend van me. Een teamgenoot van haar, zeg maar. En toen ik naar Suriname ging, zei hij van, ga bij Ilonka trainen, want zij kan je wat dingen bijbrengen. Of een ander soort stijl dan wat jij gewend bent. Want mensen die mij kennen weten, ik kom met boksen, harde stoten, strakke stoten. En ik was heel erg daarop gefocust om continu het boksgedeelte eruit te laten komen. En niet voldoende kickboksen. Dus niet afronden met trappen of knieën, zeg maar. Ik ben het nu wel gaan veranderen een beetje. Maar als ik een keer goed geraakt word, ga ik weer terug naar mijn nature, zeg maar. En dat is gewoon boksen in plaats van kickboksen. Dus ik ben naar haar toegegaan om te blijven werken aan het kickboksgedeelte, zeg maar. Dus niet meer alleen boksen. En zij is 7-8-voudig wereldkampioen. Dus als zij me iets zegt, dan moet ik er wat mee doen. Ongeacht of ik het er wel of niet mee eens ben, maar het feit dat zij dit heeft behaald, betekent voor mij dat ik er toch wel naar moet gaan luisteren
en er zelf over moet gaan nadenken. Omdat ik natuurlijk ook mijn eigen lichaam veel beter ken dan dat zij mijn lichaam kent. En omdat ik mijn eigen game goed snap. En ik ben nog nooit echt serieus met haar had getraind. En het is natuurlijk ook wel een speciale kickbox-stijl. Dus een beetje de carbine-stijl. Maar die gebruik ik ook veel. Die carbine-stijl. Tenminste, als mensen goed kijken en scherp zijn. Dus bijvoorbeeld hoek, knie of kniehoek, zelfde kant. Ja. Dat komt van carbine af. Ja. En daar sta ik nu wel bekend om, binnen Glory tenminste. Zelfde kant, ja, zelfde zijde. Links, links, rechts, rechts, ja. Klopt. Vorige keer hebben we dit al besproken, maar de kracht van herhaling is misschien wel leuk. Kan je alsjeblieft je verhaal vertellen, je band vertellen met Suriname? Ben je hier geboren en verder, zodat de kijkers toch nog, want weten. Men blijft geïnteresseerd hierna natuurlijk. Ja, zeker. Veel mensen weten het niet, maar ik ben gewoon hier geboren, gewoon hier in het ziekenhuis. Ik ben wel op jonge leeftijd naar Nederland gegaan met mijn moeder en met mijn zus natuurlijk. Was ik 2, 3. Toen ben ik een hele poos niet geweest. En toen ben ik, wanneer was dat? Denk ik 7 jaar geleden. Ben ik na lange tijd weer teruggekomen eigenlijk. En sindsdien is het heen en weer vliegen eigenlijk. Want afgelopen jaar was ik bijvoorbeeld 3 keer in Suriname. Mensen weten het niet, maar afgelopen jaar ben ik gewoon 3 keer in Suriname geweest. Voor een langere periode. Heb ik hier gewoon gechilled, getraind. Want het is hier lekker. Het is hier echt lekker om te zijn. En het is veel beter dan Nederland. Als je niet wil, hoef je geen antwoord te geven. Maar bij wie blijf je als je in Suriname bent? Nu pak ik nog appartementen. Ja. Maar ik ga binnenkort wel kijken of ik een huisje kan kopen of een stuk grond. En dan langzaam beginnen te bouwen. Zodat ik hier wel mijn eigen plekje ga creëren voor de toekomst ook. Top. Ja, want ik wil sowieso wel weer komen wonen ook. Alleen het lastige voor mij is dat mijn team is in Nederland, zeg maar. Dus mijn hoofdtrainer, mijn krachttrainer, allemaal coaches zijn allemaal in Nederland en niet in Suriname. Dus dan wordt het voor mij wel echt op en neer vliegen. Maar ik denk, wanneer ik mijn eigen huisje hier heb, mijn eigen plek met auto, dat ik dan nog meer hier ga zijn. Omdat ik dan toch mijn eigen stabiele basis heb. Kan je me eventjes terugbrengen naar 7 jaren terug, toen je hier na lang terugkwam. En ja, men praat vaak over gevoel. Maar kan je het gevoel omschrijven toen je hier kwam? Wat ging er je om? Oeh, het gevoel van toen. Ja, goede vraag. Lekker, je voelt je gelijk thuis. Zodra die cabinedeur van het vliegtuig open gaat en je voelt die warme wind en je ruikt de geur. Dan denk je al van ja, we zijn er weer. Lekker ontspannen, terug in Suriname, weg uit de kou en de stress van Nederland. En hier kunnen we lekker tot de rust komen. Had je dat verwacht of kwam het onverwachts van, dat heb ik, weet je. Ik heb best wel veel plekjes gezeten in de wereld. Yeah. En op het moment dat ik terugkom, denk ik van, oh ja, Jamim de. Yeah. Maar had jij dat verwacht, dat je dat gevoel meteen zou hebben? Nee, eigenlijk niet. En het grappige van alles is, elke keer als die deur open gaat, is het toch wel weer even schrik van, wow, het is toch wel warm. Elke keer als die deur open gaat, dus ook voor de 3e keer dit jaar, toen die deur open ging, was het toch weer van, we zijn er weer, lekker hoor. En dat gevoel gaat bij mij niet meer weg tenminste. Ik weet niet voor andere mensen en voor andere vechters, maar bij mij continu. Hetzelfde gevoel blijft steeds. Je vecht 9 maart, een weekje ervoor vecht Biggie Boy. Volg je de UFC een beetje? Jawel, maar dat zijn wel echt een select aantal vechten die ik volg. Of grote evenementen die ik volg. Welke vechters volg je? Charles Oliveira, Dustin Poirier, Adesanya, Pereira. Een paar van die heavyweights ook. Ik volg dus een select aantal leuke vechters. En de rest ken ik eigenlijk niet. Of niet bij naam. Okay. Want ik ben sowieso slecht met namen. Ik hoor Poirier, ik hoor Do Bronx. Yeah. Is toch een beetje grond. Ja, Poirier wat minder. Maar zeker Oliveira is de man met de meeste submissions. Ja, maar hij is een gangster, hè. Als die man stand-up, hij is gewoon een gangster. Hij gaat er wel voor. Maakt niet uit, P150, allemaal dit. Ja, juist. Hij vecht gewoon. Echt, hij vecht gewoon. Ongeacht of het is staande
of grondvechter is. Hij komt toch wel gewoon om beuken uit te delen. En hij doet het ook gewoon. Ook al heeft hij de meeste submissions. Ja, dat helemaal mee eens, helemaal mee eens. Heb je iets te zeggen over het volgende gevecht van Biggie Boy? Hoe belangrijk is het volgende gevecht voor hem? Ja, voor als ik vanuit mezelf ga kijken dan, is elke wedstrijd echt belangrijk. En elke wedstrijd moet gewonnen worden om naar de volgende stap te gaan in je carrière. Dus ik neem aan dat het voor Biggie ook heel belangrijk gaat zijn, het aankomende gevecht. Zijn tegenstander ken ik eigenlijk niet echt. Maar ik hoor dat hij uit Dagestan komt. En mensen kunnen altijd stoer doen dat ze willen gaan vechten of willen gaan stoten met de kickboksen. Maar als je slim bent, ga je niet tegen Biggie Boy stand-up één op één met die man gaan knokken, want je gaat het niet halen waarschijnlijk. Dus ik ga ervan uit dat hij gewoon misschien één keer gaat staan, tot 10 keer geraakt wordt. En dan gaat hij waarschijnlijk gewoon worstelen, takedowns proberen. En kijken of hij zo de wedstrijd kan winnen. Heb je Biggie Boy ooit, misschien gebruik ik niet het juiste woord, heb je hem ooit gevoeld? Hebben jullie ooit tegenover elkaar gestaan? Ja. Yeah, yeah. Vertel me daarover. Hij had ook gewoon kracht. Ja. Hij heeft wel echt een harde stoot, ja. Echt, hij heeft echt een harde stoot. Welke stoot? Wat heeft zijn, volgens mij was het een rechtse overhand, zoiets. Rechtse, ja. Koolstoot die wel echt stevig was, ja. En hij heeft ook heel veel ervaring in het kickboksen, zeg maar. Dus pure stand-up. Heeft hij ook jaren gedaan. Dus hij weet hoe hij moet stoten en hij weet waar hij moet vechten. En hij snapt het spelletje ook wel. Het kickboksspelletje tenminste. Over MMA kan ik iets minder goed praten, want zelf doe ik het ook niet. Maar je ziet wel dat hij het kickboksen wel echt begrijpt. Tot slot, wat zijn je verwachtingen of wat kunnen de Surinamers verwachten van je volgende fitty? Winst. Winst, ja. Ik kom echt voor de knockout. En dat doe ik altijd wel, maar dit keer is er toch een extra vuurtje gebrand. Dus ik kom sowieso voor die knockout, maar de winst is het allerbelangrijkste voor mij. Punten, knockout, dat maakt voor mij in principe niet meer uit. Het gaat er gewoon om wat ik mijn taak volbreng en dat is de belt weer meenemen. Die drievoudig glory light heavyweight kampioen van de wereld. Is er nog iets dat je wilt zeggen aan het Surinaams volk? 9 maart, kijk allemaal tv, want het gaat een leuke avond worden. En jullie hebben mijn laatste opkomst gezien. Ik ben bezig met iets vergelijkbaars, dus zorg ervoor dat je kijkt en dan gaan we met z'n allen genieten die avond.